Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jan Bogaerts Bosch Car Service, ook voor uw occasions, Groeneveld Riooltechniek. Voor al uw rioolproblemen staat Groeneveld 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor u klaar. Tuinen met klasse. Klasse door eenvoud. Arno Verhaar. Tuinontwerp, aanleg en onderhoud. Als wij iets in de Pricewatch zetten, dan hebben we het ook liggen. Voor 4 uur in de middag besteld, de volgende werkdag in huis. CD Romland, verkozen in 2012 tot de beste computerwinkel van Nederland. Welkom bij het programma Maak het in Brabant. Aan tafel naast mij zit weer Frank. Frank, wie heb je vandaag als gast? Ja, Gert van Eetveld hebben we aanwezig, van Van den Berg. En die gaat alles vertellen over raam, kozijnen, et cetera. En ik ga hem daar ook uitnodigen om daarover te vertellen. Ja, en ik heb als sidekick Edwin van Atero. Welkom. Dank u wel. Dank u wel. Nou ja, zoals het eigenlijk al aangeeft, het programma. Vertel eens even aan de kijker thuis. Wat doe je allemaal? Ja, wij zijn een Belgisch bedrijf. Misschien een beetje een uitzondering in het programma Maak het in Brabant dat in de Bredaanse tv wordt uitgezonden. Ja, ja. Maar wij werken heel veel in Nederland, okay. Heel veel ook in de regio Breda, dus we zijn hier heel goed thuis. Mm-hmm. Maar we zitten dus in België, in Essen, vlakbij de grens. En wij zijn ooit gestart, 32 jaar geleden, met het bouwen van serres. Maar een serre, in het Vlaams noemen we dat een veranda. Een veranda, ja. Okay. Ja, ja. Dus vandaar dat onze bedrijfsnaam is eigenlijk Van den Berg Verandas. Okay. Maar in Nederland zou dat moeten zijn Van den Berg Serres. Dat nou. Heeft hij goed uitgelegd. Ja. Ja, dus dat is de origine, dus wij bouwen Serres in theorie. Okay. Zo is het begonnen, maar het bedrijf is gegroeid. Ja, op 32 jaar niet meer dan normaal. Mm. Daar is van alles en nog wat bijgekomen wat daarmee gelinkt is. Dus kozijnen is daar een eerste belangrijk ding. Mm-hmm. Wij doen zowel kunststof, hout als aluminium kozijnen. Zowel nieuwbouw als renovatie. Dan de serrebouw natuurlijk zelf. Dan de veranda zoals jullie die in Nederland noemen, eigenlijk overkappingen. Ja. Die doen we ook. Mm-hmm. En dan gewoon aanbouwen, dakkapellen, gevelbekledingen. Mm-hmm. En zo wat aanverwante timmerwerken en bouwwerken. En jullie doen alleen het bouwen? Of het ontwerp? Nee, het begint van eerst af, van nul af. Ja. We hebben ook een uitgebreide showroom, maar wij gaan ook altijd bij de mensen zelf thuis langs om te kijken naar de situatie, te adviseren, samen te praten, kijken wat voor stijl, wat voor soort van dingen willen die mensen, eventjes praten en kijken hoe de technische aansluiting kan. Mm-hmm. Dan maken we een ontwerp op papier met een 3D-tekeningetje erbij, offerte. Vaak wordt die offerte een paar keer aangepast in het proces met de klant. Want er kan natuurlijk heel veel. Als de klant helemaal akkoord is, kunnen wij ook, als er een vergunning nodig is, alles regelen voor de vergunning. Hm. Wij werken daarvoor samen met een Nederlands architectenbureau. Hm. En die regelen alles voor de vergunning, allemaal online tegenwoordig. Dat hoeft allemaal niet meer op papier. Hm. Kan allemaal die architect rechtstreeks inloggen bij de gemeente. Hm. En we kunnen heel de vergunning verzorgen. En daarna kunnen we de hele uitvoering doen. En dat gaat eigenlijk ofwel van maar heel basic ruwbouw, windwaterdicht. Mm. Of sommige mensen doen hun fundering en zo zelf, dan doen we alleen de opbouw. Mm. Maar het kan ook helemaal kant en klaar, bijna sleutel op de deur met stukwerk, vloeren erin, elektra, alles erop en eraan. Alles compleet. Zoals de klant het zelf wil, bij ons kan alles. Persoonlijke benadering, dat komt een beetje naar voren, dat proef ik een beetje bij u. U gaat zelf langs, u gaat zelf inventariseren, u houdt zelf een beetje de controle erop. Ja, we zijn met twee zaakvoerders binnen Van den Berg. En wij als zaakvoerders doen eigenlijk alle verkoop zelf. Okay. Dus alle adviseringen, alles bij de klanten thuiskomen. Dus dan weten we perfect wat we beloven, dat het ook zeker kan. Ja, ja. Ja. En maakt u zelf die kozijnen? Heeft u een fabriek of haalt u het van een timmerfabriek? Hoe gaat u dat doen? Het merendeel maken we allemaal zelf. We hebben een grote werkplaats met high-tech machines, allemaal computergestuurde zaagmachines, freesmachines enzovoort. Dus we hebben het voor een groot stuk allemaal in eigen hand. Mm-hmm. Dus we fabriceren het, we plaatsen het en we geven daarna service alles zelf. Ja, ja. Ja. Maar prijstechnisch, is het dan voor een Nederlander duurder omdat ze vanuit België moeten komen? Of zit die op dezelfde prijsstelling? Hoe moet ik dat zo'n beetje zien? Nee, het was vaak, of is nog steeds, vaak goedkoper. Goedkoper? Ja. Okay.
Zeker de serrebouw met de aluminiumconstructie zit eigenlijk veel meer know-how in België. Ja. Ook de fabrikanten van aluminiumprofielen, alle grote merken, of toch heel veel grote merken, zijn Belgisch. Okay. Kijk. Ja. En die hebben ook allemaal een vestiging natuurlijk in Nederland. Ja, ja, ja. Maar de know-how op het vlak van aluminium dan, zit ook voor een heel groot stuk in België. Okay. Ja. En prijstechnisch zijn we eigenlijk best heel scherp en kunnen we heel goed concurreren. Ja, dat lukt natuurlijk vandaag de dag. Hè? En, ja. Want de economie is natuurlijk ook zo. Hè? De nieuwbouw ligt een beetje op zijn gat, denk ik. Ja. Ik denk dat veel mensen zeggen van ik blijf wonen. Het is goedkoper om te blijven wonen, maar dan wel uitbreiding te doen. In serres of veranda's, hè, wat u noemt. Hoe merkt u over de economische crisis? Merkt u er iets van? Zegt u van we moeten onze bedrijfsvisie een beetje aanpassen. We moeten inspelen op de nieuwe markt. Nee, het is zoals u zelf een beetje zegt, dat inderdaad het verhuizen heel wat minder is. Ja, ja. Dus mensen blijven meer op hun plek en ze denken van ja, dan gaan we maar een beetje verfraaien. Mm. Het zij in, als het gewoon een ouder huis is, de kozijnen vervangen. Okay. Ja, klaar, zijn we een prima partij. Kunststof, aluminium, hout, alles kan. Mm-hmm. Anderzijds is het vaak een dakkapelletje zetten, om net van die zolderkamer een extra kamer te maken. Mm-hmm. Dus een dakkapelletje, soms maken we hele kleine, we hebben er al gezet van 12 meter lang. Mm-hmm. Dus alles kan op dat vlak ook. Ja, ja. Of een stukje aanbouwen, dus inderdaad in die renovatiewereld, daar is heel veel werk. Mm-hmm. En de nieuwbouw, daar hebben wij toch altijd al minder in gezeten. Ja. Nieuwbouw, zeker in Nederland, is meer projectmatig. Ja. Grote hoeveelheden projecten. Mm-hmm. En dat doen we zo niet. Mm-hmm. 80% van onze klanten zijn particulieren. Dus. Wat echt die crisis betreft, in de bouw dan, moet ik wel zeggen, wij zijn een grensgeval. Wij zitten echt op 1 kilometer van de Belgisch-Nederlandse grens. Dat wel erger is in Nederland, of in Nederland is er wel wat van te merken, in België eigenlijk in verhouding weinig. Okay. Misschien ook betaalsgedrag, hè? In België spaart men echt zeg maar om iets te betalen of men probeert een hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Ja. Dat is een beetje de visie van Belgische mensen, wat ik ook toejuich. In Nederland zie je door nieuwe wetgeving dat men daar ook steeds meer naartoe wil. Ik denk dat als je geld zelf hebt en spaart, dat je ook makkelijk kunt uitgeven. Dat denk ik ook. Ja, dat is zo. Ik heb toevallig gisteren nog opnieuw gehoord dat de Belg de meeste spaarcenten heeft van alle Europeanen. Ja. Dus, ja. Dus op de spaarrekening. Mm-hmm. En dat groeit alsmaar, want mensen geven het ook iets minder makkelijk uit. Maar er zit inderdaad iets meer geld onder de privémensen in België. Ja. Maar ook vroeger merkten wij altijd al dat voor een kleine verbouwing in België mensen het meer gewoon zelf zo betaalden. Ja. En in Nederland ging men al sneller een hypotheek aan. Ja, Zal inderdaad nu met de nieuwe wetgeving wel een kentering zijn. Veranderen. Ja. Zijn jullie nou ook als bedrijf milieubewust bezig op een bepaalde manier? Denk aan het hout, FSC. En dat is één van de aspecten. Maar dus inderdaad, milieuvriendelijk hout van goede origines. Anderzijds, wat is tegenwoordig heel belangrijk, een hot item, isolatie. Heel belangrijk, we gaan daar heel ver in mee. Dus met tegenwoordig al de mogelijkheid voor triple glas, dus driedubbel glas. Met extra hoge isolatiewaardes, muuraansluitingen, extra isolerende puurschuimen om de kozijnen aan te spuiten en zo verder. Dus isolatie is heel belangrijk in platte daken, in vloeren van funderingen. Dus de isolatie gaan we heel hoog in het vaandel dragen. Anderzijds binnen ons eigen bedrijf houden we ook, we hebben zelf zonnepanelen liggen op het dak om voor een groot stuk onze elektriciteit al zelf op te wekken. Anderzijds hebben we een zestal verschillende containers staan voor gescheiden afvalophaling. Dus het staat bij ons van achter van alles. Dus ook op dat gebied wordt goed meegedacht. Maar in ieder geval om toch een hele mooie impressie te krijgen van uw bedrijf, wat u allemaal maakt, gaan we heel even naar uw bedrijfsfilm. En dan heeft de kijker ook thuis van, we moeten eigenlijk gelijk gaan bellen, want het ziet er fantastisch uit. Ja, dank u wel. Nou, ik ga de eerste steen leggen. Eerst wat cement. Zo. Hier gaat hij. Dit is de eerste. Een gouden steen. Gaat dat wel goed komen, joh. Zo. Nou, als die omvalt is het mijn schuld.
hebben net het filmpje inderdaad gezien. Ik zie ook dat er heel veel met glas wordt gewerkt en zo. Hoe gaat u daarmee om? Haalt u dat zelf of hoe komt dat tot stand? Het glas bestellen wij rechtstreeks van de glasfabriek. Ja? In ons geval komt dat van Scheutenglas, een Nederlands bedrijf. Okay. Hoofdvestiging zit in Venlo, maar wij hebben het van de Belgische vestiging in Diest. Dus daar bestellen wij ons glas en dat is altijd meteen op maat. Mm-hmm. Gewoon dubbel glas, daar praten we eigenlijk niet meer over, ja. Want dat is volledig voorbijgestreefd. Ja. We werken tegenwoordig standaard al met hoogrendementsglas, dus mm-hmm. HR++. Ja. De meeste mensen zullen dat ondertussen al wel wat kennen. Dat is nu standaard. Maar in de serrebouw hebben we dan ook heel veel zonwerend glas in verschillende gradaties. Mm-hmm. We hebben doorzichtig, ondoorzichtig, spiegelend glas. Er is echt heel, heel, heel veel mogelijk. Mm-hmm. Een beetje een nadeel dat de laatste tijd opkomt, dat is dat veel ontwerpen grote glaspartijen vragen. Mm-hmm. Men wil het wat moderner maken en zo. Mm-hmm. En dat maakt het gewicht van het glas vaak heel erg zwaar. Ja. Hetgeen het soms moeilijk maakt om het zelf manueel nog te zetten. Mm-hmm. Dus we moeten veel vaker beroep doen op kraantjes met zuignappen en zo verder. Mm-hmm. Maar ook dat is geen enkel probleem. Maar wat is nou je visie van de toekomst? Waar wil je naartoe? Ja. We werken nu ongeveer met 25 mensen. Ja. En het is geen betrachting om met 100 mensen te gaan werken. Nee, nee. Okay. Maar nu kunnen we die persoonlijke aanpak nog garanderen. Mm. Ja. En we hebben alle contact, ook met de klanten. De klant is bij ons geen nummer. Mm-hmm. En dat willen we eigenlijk ook zo houden. Mm-hmm. Dus we willen het goed doen. Bij de uitvoering, maar ook daarna. We geven ook 10 jaar garantie eigenlijk. Okay. Dus op heel het gebeuren. En dat willen we gewoon goed blijven doen. Mm. En daarvoor moeten we gewoon mee evolueren. Ja. Maar het is niet de betrachting om met 100 mensen te werken over 10 jaar. Okay. Gewoon een mooi, goed, gezond bedrijf blijven. Ja. Kunt u voor de Nederlandse kijkers een Belgische gouden tip geven? Dat is een uniek verhaal. Ja, sowieso zou ik willen zeggen dat als u een verbouwing gaat doen, een aanbouw en serre tegelijk wat, dat gaat over heel veel geld. Ja. Dat is geen pakje boter dat u gaat kopen. Is het niet lekker, dan gooi je het weg. Maar dat doe je niet met zo'n grote verbouwing. Dus kijk goed met welk bedrijf u in zee gaat. Ja, hartstikke belangrijk. Graag gedaan. Geen dank voor je komst en graag fijn dat je hier was. Ja, ga even kijken, Frank, heb je het nou goed onthouden, die gouden tip? Zorg met goede bedrijven. Kijk even naar en ga niet op de eerste, de beste assistentie af. En doe goed juist werk. Dat is wat ik begrepen heb, toch? Ja, juist. Ja. Zo is dat. Gert, wat wil je nog uitnodigen voor de biljartcompetitie? Ja. Op het geluksbord. Dus. Nick Keulemans. Succes! Dankjewel. Ja. Gert, jij mag ook een kansje wagen voor het geluksbord. Kijken hoeveel punten dat je haalt. Ja. Succes ermee. Dankjewel. Negen punten. Ja. En 7. 16. Gaat goed? Ja. Frank, wie zijn vandaag onze gasten aan tafel? Ja, Peter Persoon van Villa Pardoes. En het is natuurlijk een heel serieus onderwerp. En Peter Persoon is de directeur van deze stichting. Welkom. En zou je iets kunnen vertellen over jouw organisatie? Ja, dat wil ik graag. En het is een serieus onderwerp, maar ik doe het wel met veel plezier. Okay. Want Villa Pardoes is een vakantiecentrum. En wij hebben 8 vakantiewoningen voor gezinnen waarvan een van de kinderen ernstig ziek is of ernstig ziek is geweest. En dan moet je echt denken aan levensbedreigende ziekten, waaronder alle vormen van kanker, cystic fibrosis, hartziekte, spierziekte, longziekte. Of het moet nogal gek gaan, wil een kindje die in de leeftijd van 4 tot en met 12, want dat is onze doelgroep, als die ziek zijn, dat ze dan ook niet in aanmerking komen voor een weekje Villa Pardoes. Een wachtlijst van 5-6 maanden, maar we treden altijd in overleg met de ouders en met de verwijzers om te kijken of dat die wachttijd wel verantwoord is, of dat we misschien toch eerder plek moeten maken voor een kind, omdat er toch, en ook dat komt binnen Villa Pardoes wel voor,
er kinderen bij ons logeren met een beperkte levensverwachting. En ja, dan wil je toch zo'n laatste vakantie voor zo'n gezin. Hè, ja. met alles erop en eraan, inclusief een stuk veiligheid als het gaat om de medische zorg. Ja, dan wil je dat die kinderen ook niet onthouden. Dus dan geven we deze mensen wel voorrang. En dat gaat dan vaak in goed overleg met gezinnen waarvan de kinderen nog wel heel even kunnen wachten. Oké, nou, ik denk altijd dat plaatjes of films ook heel veel laten zien. U heeft het heel goed verwoord. We gaan heel even naar de bedrijfsfilm, zeg maar. Waarbij we een uiteenzetting krijgen van wat Villa Pardoes eigenlijk inhoudt. We komen zo met u terug. Heel graag. Dank u. Villa Pardoes is een zelfstandige stichting. Ze ontvangt geen subsidies en is dus voor 100% afhankelijk van giften. De dagelijkse gang van zaken wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers die ervoor zorgen dat de gasten heerlijk kunnen genieten. En dit is een prachtige kans om op een hele leuke manier blije gezichten te zien, want dat is uiteindelijk waar je het voor doet. Het leukste aan dit werk vind ik dat de ouders en de kinderen het zo ontzettend naar hun zin hebben. Ze hebben bijna geen behoefte om de villa te verlaten. De villa wordt gedragen door een 130-tal vrijwilligers die, ik zou bijna zeggen, dag en nacht voor de villa in de weer zijn. Het hele jaar door spannen zij zich in om van de vakantieweken in de villa een groot succes te helpen maken in de rol van gastvrouw, van gastheer. Ze werken in de tuin, ze chaufferen, ze doen technische werkzaamheden. Het is heel opvallend. Het zijn natuurlijk niet alleen de zieke kindjes die je sminkt, maar ook de broertjes en de zusjes. Het is ook heel mooi te zien hoe dat allemaal op elkaar reageert. En dat is wel heel bijzonder. En het is natuurlijk afhankelijk van of je zelf een beetje een gevoelsmens bent. Maar ik kom thuis en denk ik, ja, dat is heel bevredigend in die zin. Ja, ze spelen en de ouders kunnen rustig uitslapen, want de kinderen vermaken zich toch wel 's ochtends vroeg. En dat merk je aan alles. Ze doen mee met alle knutselactiviteiten. Ze gaan op hun stepjes de villa rondracen. Dus ze kunnen hun energie ook in de villa goed kwijt. Een speciale commissie ziet erop toe wie recht hebben op een weekje Villa Pardoes. De medische commissie bestaat uit kinderartsen die meedenken welke kinderen best geschikt zijn om naar de Villa Pardoes te komen. Dat betekent dat wij als medische commissie zowel kijken of kinderen voldoen aan de criteria, maar ook meedenken of kinderen geen onnodige risico's lopen door een week met hun familie in de villa te verblijven. Het zijn bijvoorbeeld kinderen met kanker, kinderen met cystic fibrosis, kinderen met Duchenne spieratrofie, kinderen met progressieve neurologische ziekte, eigenlijk alle kinderen in een rolstoel. Dat zijn kinderen waarvan we zeggen die voldoen altijd. Dan zijn er nog andere ziekten die zo ernstig zijn, die vergelijkbaar van ernst zijn, waarbij we zeggen, nou, die zijn echt levensbedreigend. Die kinderen worden toegelaten. En dan zijn er nog factoren die we meewegen bij kinderen waarbij we zeggen, nou, het is wel ernstig, maar we twijfelen nog of ze voldoen aan de criteria. En dan moet je denken aan, als kinderen heel veel schoolverzuim hebben, heel vaak in het ziekenhuis liggen, dan zeggen we, nou, dan gaan die kinderen gaan we ook absoluut toelaten tot de villa, omdat ze maximaal kunnen profiteren van een weekje in de villa. Aanmelden kan via een formulier dat gezinnen samen met hun behandelend arts invullen. Als de medische commissie de aanvraag positief heeft beoordeeld, plant de gastencoördinator van Villa Pardoes de vakantieweek. Tot slot, professor Willem Vetter. Villa Pardoes is een stichting die het mogelijk maakt om kinderen met een chronische ziekte een leuke vakantie te bezorgen. En niet alleen de kinderen, maar ook hun ouders, oma's, opa's en broertjes en zusjes. Dat is heel belangrijk voor die kinderen, heel belangrijk voor het gezin. Wij als kinderartsen weten niet allemaal dat er iets bestaat als Villa Pardoes. En bij deze zou ik jullie, mijn collega kinderartsen, willen aanraden, maak gebruik van Villa Pardoes. Het is heel belangrijk voor die kinderen om een goede vakantie te krijgen. Het is goed voor hun ontwikkeling en misschien komt hun ziektebeeld ook nog ten goede. Hey, dokters van Nederland, zorg dat alle zieke kindjes van Nederland hier naartoe kunnen komen. Kom naar Villa Pardoes, want daar
daar vergeet je echt alles. Nou, we hebben deze film gezien. Erg ingrijpend. Peter, heb je zelf nog iets wat je wil inbrengen? Nou, ik vind het leuk om hier aan tafel te kunnen vertellen dat wij dit jaar 12,5 jaar bestaan. Okay. In april. Dat vieren we ook met de officiële ingebruikname van een theatertje wat we in het afgelopen jaar hebben gerealiseerd. En dat zegt ook wel iets over, over de stabiliteit en de continuïteit van onze organisatie. En ja, ik hoop dat we dat nog heel lang voor heel veel gezinnen en in het bijzonder voor zieke kinderen mogen blijven betekenen. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel heel plezierig. En verder, ja, nogmaals, ik vind het ook wel heel fijn om in het hart van Brabant, zeg maar, te kunnen laten weten dat wij door de jaren heen nooit te vergeefs een beroep hebben gedaan op sponsoren, op bedrijven, om ons toch ook in financiële zin te steunen. Want ja, goed, het is natuurlijk voor ons heel erg belangrijk dat we wel over voldoende middelen kunnen blijven beschikken om deze vakantieweken gratis aan de gezinnen aan te kunnen bieden. Ja. En heb je nog andere dromen en ambities voor Villa Pardoes? Nou, ik zeg wel eens, Anton, een gezond kind heeft wel 1000 wensen. En een kind dat ernstig ziek is, heeft maar één wens. Mm-hmm. En ja. Ik ben blij dat wij, laten we zeggen, toch in de fase dat zo'n gezin enorm veel problemen heeft gekend, dat er heel veel twijfel, veel verdriet en veel onzekerheid is geweest, dat wij weer een impuls mogen geven, hè, een vitamine-impuls. Ja. Aan het welzijn van het hele gezin. En ja, we brengen ze als het ware weer terug in hun kracht. En mijn wens is dat we dat nog heel lang mogen blijven doen. Ik weet dat er heel veel geïnvesteerd wordt in de medische zorg voor ernstig zieke kinderen. We hebben daar in de loop van de jaren ook heel veel goede resultaten van gezien. Als je 10 jaar geleden een kindje van 6 jaar had met leukemie, dan was het eigenlijk ten dode opgeschreven. Mm-hmm. En vandaag de dag zie je toch dat ze steeds meer en steeds beter in staat zijn om er kinderen doorheen te halen. Dat moeten we vooral ook blijven doen. Ja. Nou, we hebben altijd in deze uitzending voor de ondernemer een gouden tip. Ja. Ik denk dat ik hem benen kan invullen. Maar Peter, als je nou voor de kijker thuis, die erg druk is met al zijn beslommeringen, bedrijfsmatig en het privégebeuren, toch een tip zou willen geven. Ja. Zijn we wel inkoppen? Wat zou je als gouden tip willen geven? Ja. Nou, weet je, wat wij doen als goed doel, dat is zo tastbaar. Hè? Mm-hmm. Wij maken plezier met kinderen en voor kinderen. En de gouden tip is dat als je als ondernemer of als bedrijf iets zou willen doen voor een goed doel, neem dan contact met ons op en kijk wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Ik ga nooit ergens naartoe om iets te halen of om iets te krijgen. Mm-hmm. Het gaat altijd om een vorm van samenwerken die moet leiden tot een win-win situatie. Ja. En zeker bedrijven die nog zoekende zijn, hoe ze ook invulling kunnen geven aan een stukje MVO, hè, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Laat ons meedenken, want wij hebben zo verschrikkelijk veel leuke suggesties en mogelijkheden om ook de uitstraling, de performance van de onderneming of het bedrijf in die zin ook, laten we zeggen, op een positieve manier uit te kunnen dragen. En wij worden er voor ons doel met onze kinderen natuurlijk ook graag een beetje beter van. Ja. Ja, het levert een bedrijf ook verschrikkelijk veel op. Hè? Want ik ben lid van het bestuur van de betrokken ondernemers in Breda. Ja. En als je ziet dat het eigenlijk voor de medewerkers van een bedrijf juist heel veel motivatie geeft om een keer met zo'n goed doel bezig te zijn, dan is dat geweldig om te zien. Eigenlijk levert de medewerkers om een keer een actie te doen of om fondsen te werven of zo. Het is eigenlijk een soort van bedrijfsactiviteit die teamvorming stimuleert en die een heel prettig, die helpt aan de motivatie. En zeker in deze tijd, dat levert echt heel veel op. Dus het is en maatschappelijk betrokken ondernemen, maar het is ook gewoon gezond ondernemen om dat soort dingen. Nou, Anton en Peter, fantastisch eigenlijk dit verhaal en hoe je dat hebt gebracht. En ik denk dat jij... Ja. Ik wil ze gewoon bedanken voor hun komst. Sundown.
At the house, that place I need to be, that place I know. I keep a steady pace under the gray and heavy sky. These streets have never been so still before. And for a second I convinced myself that you were a thief, but I know it's only you. It's almost sundown, I've got to hurry. It's almost gone, I've got to hurry. It's getting cold out here, I've got to hurry. It's almost gone. Welkom bij Van Oostrand Bikes & Sport. Graag geef ik u een rondleiding door onze winkel. Kijkt u mee naar al het moois wat we u te bieden hebben. Ik ben Rob van Oostrand, inmiddels de derde generatie van Oostrand Bikes & Sport. Wij zijn gespecialiseerd in de verkoop en onderhouden van aanmerkfietsen. En uiteraard leveren wij alle denkbare accessoires en fietskleding voor de sporter en de recreant. Jong geleerd is oud gedaan en daarom hebben wij ook speciaal voor de allerkleinste een prachtig assortiment kinderfietsen. Of voor de schoolgaande jeugd, of de sexy lifestyler, hebben we een prachtig assortiment fietsen staan. Voor de echte liefhebber hebben we een prachtige collectie lichtgewicht tourfietsen. Juist voor uw vakantie of een lekkere tocht door de Drunense Duinen. Welkom op onze sportafdeling. Voor een groot assortiment race- en ATW-fietsen bent u op het juiste adres. Buiten de A-merken hebben we diverse maatvoeringen voor u klaarstaan. 26ers, maar de nieuwe trend 29ers als mountainbike. Ook hier kunt u gebruik maken van een demo-model. Iedere klant die bij ons een fiets koopt, maken wij een volledige bodyscan van. Zo kunnen wij de fiets altijd op maat bouwen. Dus uw zithouding is ons werk. Bodyscan nemen we de maten op die cruciaal zijn voor de afstelling van de fiets. Zo wordt de borstbeenhoogte, de armlengte, de bekkenkamhoogte en de vuisthoogte, dus de armlengte, gemeten. Met deze werkplaatsinstructie kunnen onze jongens in de werkplaats de fiets perfect op maat bouwen. We'll be right back.
Elektrisch fietsen is populairder dan ooit. Je hoeft niet bejaard te zijn om op een elektrische fiets te rijden. Tegenwoordig zijn er hele mooie moderne lichtgewicht elektrische fietsen. Met een uitneembaar accupakket, zodat deze fiets ook makkelijk mee te nemen is achter op de auto, caravan of boot. Ook schoolgaande jeugd maken tegenwoordig gebruik van e-bikes. Prachtige innovatie met mooie displays en bedienbaar vanaf het stuur. Kom kijken naar onze grote collectie e-bikes en maak een proefrit. Ja, we hebben een hele bijzondere man aan tafel, Anton van Mansum van Stichting Surplus. En die gaat eigenlijk alles over zijn organisatie vertellen, toch? Dankjewel. Ja, Anton van Mansum, Stichting Surplus. Surplus is een regionale stichting, dus jullie hebben veel bedrijven in dit programma die prachtige producten en diensten hebben. Wij zijn een stichting met een maatschappelijke doelstelling, dus wij zijn niet op winst gericht, hè, dat heet non-profit. Maar wij voeren allerlei activiteiten uit in deze regio en dat zijn zorgactiviteiten, dat zijn welzijnactiviteiten. We hebben kinderopvang, we hebben een woningbouwcorporatie, we doen allerlei zaken hier in het maatschappelijk verkeer. En ik vind het fantastisch dat we die hier een keer mogen toelichten. Ook in het gebouw van Surplus, toch? Klopt, ja. We zijn hier in een pluspunt van Surplus. Ja. Daar hebben we er heel veel van in de regio. Een pluspunt, ja, is eigenlijk een modern gebouw. Maar waar heel veel mensen uit de wijk, ouderen, jongeren, er zijn hier zelfs GGZ-cliënten die hier dingen doen. Die komen allemaal samen, ondersteunen elkaar. Een beetje sociale cohesie, hè. We doen wat voor elkaar, we helpen elkaar. Daarmee kan iedereen eigenlijk zijn eigen zelfstandigheid. Hoeft er niet allerlei dure voorzieningen gecreëerd te worden voor die mensen. En dat is een prettige manier van samenleven in een wijk. Heel goed. Wat doet een meneer van lid van Raad van Bestuur? Wat houdt dat in? Nou, wat wij vooral proberen te doen is onze maatschappelijke doelstelling. Een doelstelling bijvoorbeeld van ons is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Hè. Okay. Brabant is een van de meest vergrijzende regio's van Europa. Hè. Dus er komen heel veel meer ouderen bij. Mm. Nou, dan kan je een beetje uitrekenen, goh, wat gaat dat nou betekenen naar de toekomst toe. Ja. Daar zit aspect aan, bijvoorbeeld dat we weten dat straks 60% van mensen die dementeren in een thuissituatie wonen. Mm. Dat is een vraag voor een maatschappelijke organisatie als de onze. Hoe vang je dat nou op? Hè? Want als die mensen gaan dwalen, of 's nachts het gas aan gaan laten staan, of de gordijnen in de fik steken, dan hebben we een probleem maatschappelijk. Dat is niet goed voor de veiligheid en voor die mensen. Dus creëren wij een pluspunt zoals we hier bijvoorbeeld zitten, waardoor we die mensen in de gaten kunnen houden. Iets anders wat we doen, we hebben het wijkzusterconcept in Brabant teruggebracht. Vroeger de wijkzuster was iemand die dicht bij de mensen stond. Ja. Die was bij de geboorte van je kinderen, bij het overlijden van je ouders. En die was nabij. En hoe werkt dat nu hier vanuit dit pluspunt met zo'n wijkzuster bijvoorbeeld? Er is hier een wijkzuster Willemijn, fantastische dame. Die kent alle mensen hier, die houdt je spreekuur. En als je nou een vraag hebt van, goh, mijn buren, ik heb het idee dat daar niet helemaal goed mee gaat. Ik zie iemand niet meer buiten of... Ik heb het idee dat iemand zich wat begint te vervuilen of te vereenzamen of zich niet meer goed kan verzorgen. Dan is dat een goed moment om eens een keer tegen die wijkzuster te zeggen, goh, zou je niet eens een keer het contact kunnen maken met zo iemand? En het blijkt eigenlijk dat klanten heel gelukkig daarmee zijn, omdat een beetje de stopwatchzorg, zoals we dat kennen, er komt iemand binnen, 5 minuutjes, een steunkous aan en we zijn weer weg. Ja. Er zijn 13 gezichten voor 6 keer per dag vertellen waar het zeepje ligt. Laagdrempelig. Ja, laagdrempelig, heel dichtbij, maar heel persoonlijk. En die persoonlijke zorg, dat missen we. We zijn een beetje gaan missen in de loop der tijd. Ja. Daarom zijn wij begonnen om die wijkzuster weer terug te brengen. En dat is een enorm succes. We hebben er inmiddels meer dan 40 hier in West-Brabant. Een aantal hier in Breda ook. Zo. En iedereen weet ze te vinden. Ook de wijkagent, als die wat tegenkomt, zegt die, goh, even de wijkzuster signaleert. Het is niet echt een probleem waar een agent op af moet, maar hij denkt toch van, hé, er is daar wat aan de hand. Misschien is het goed als iemand daar een keer gaat kijken. Hoeveel mensen zijn die allemaal bij betrokken? Want volgens mij een enorme operatie. Ja, Surplus is een organisatie die wel enige omvang heeft door al die activiteiten die we doen. Ja. Er werken ruim 3000 mensen bij Stichting Surplus. En dat varieert van artsen tot en met maatschappelijke werkers. In de kinderopvang werken natuurlijk pedagogische medewerkers op locaties. Wij doen opvoedingsondersteuning voor alle ouders die een keer een vraag hebben. Want ik heb ook 3 jonge kinderen en dat gaat allemaal prima. Maar soms gebeurt wel eens iets dat je denkt van een steuntje in de rug of iemand die daar mee kan denken. Dus er werken heel veel mensen. Waar we vooral trots op zijn is dat er een veelvoud daarvan aan vrijwilligers bij ons werkt. Ja, tuurlijk. Dus, kun je niet zonder, hè?
We zouden morgen kunnen stoppen als we die vrijwilligers niet meer hadden. En dat merk je op zo'n pluspunt. Hier zit één coördinator, maar hier lopen tientallen vrijwilligers. Ja, ja. En die blijven daardoor zelf ook actief. Ik was laatst op een ander pluspunt. Mm-hmm. En dan gingen we 's middags eten mensen, ouderen uit de buurt en de omgeving daar met elkaar. En dan stond ik met een dame van 82 te koken in de keuken. En dan zegt ze, leuk hè, koken voor die oudjes. Geweldig, ja. Ja, dat is, ja. Dus zolang zij daar die taak heeft, blijft ze zelf ook actief. Want ze moeten elke dag zijn om de soep te maken. Heel goed. Ja. Als je naar je organisatie kijkt, naar welke kant wil je op? Want je doet al fantastisch werk. Je hebt het eigenlijk al volgens mij heel goed voor elkaar. Heb je nog wensen? Jazeker. Nou, je ziet dat de overheid zich eigenlijk een beetje terugtrekt. En vroeger was heel veel dingen met verzekerde zorg. En eigenlijk zullen we wat meer met de vrijheid, wat meer dingen samen met elkaar moeten doen. Dat wordt op een heleboel terreinen verwacht. Hè. En... de wens voor mij is dat we eigenlijk als samenleving daar gewoon wat meer weer zelf in oppakken. En daar willen wij een rol in spelen. Dus zoveel mogelijk vrijwilligers, dat is eigenlijk mijn grootste wens in die zin, die met elkaar zaken oppakken. We hebben hier bijvoorbeeld in Breda, was een probleem dat het aantal woninginbraken steeg en overlastproblematiek. Hebben we buurtpreventie gestart hier in Breda. Daar zit dan weer één coördinator van SPLU op. Mm-hmm. Maar er werken inmiddels 360 vrijwilligers die dat doen. En het aantal woninginbraken neemt echt opvallend af doordat we dat doen. En nu heeft de gemeente Breda ons gevraagd om dat over de hele stad uit te rollen. Nou, zo zijn eigenlijk heel veel maatschappelijke dingen waarvan ik zeg van als we met goede vrijwilligers dat kunnen doen, kunnen we eigenlijk heel veel bereiken met relatief weinig kosten. Eigenlijk zijn jullie een bedrijf, je ziet een probleem en je gaat het feitelijk oplossen, als ik het zo hoor. Nou, we proberen op een creatieve manier met de mensen zelf. Want wij zitten een beetje tussen de burger en de overheid in, zullen we maar zeggen, als maatschappelijke organisatie. En dat is eigenlijk wel heel erg leuk om te doen, om op die manier bij te dragen aan. Hè. Ik zou niet in een alleen maar puur commercieel bedrijf willen werken. Ik word wel een beetje warm van de doelstelling die we hebben. We maken zelfs mee dat mensen in het verpleeghuis, die eigenlijk toch wat zwaarder dementerend zijn, soms heel veel onrustig gedrag vertonen, maar als ze in een kapel zijn of de muziek weer horen uit de kerk, heel erg rustig en heel erg, je ziet aan die mensen dat het goed met ze gaat. Dus die meerwaarde daarvan, wij kunnen natuurlijk nog wel weer 10 verpleegkundigen erbij zetten, maar op een moment hebben we gedacht, als je die mensen weer in hun religieuze omgeving, dan geeft dat heel veel steun en heel veel kracht aan die mensen. En ontmoeten, met elkaar op pelgrimstocht gaan, vinden we ook heel erg mooi. Ja. Mijn collega nam vorig jaar afscheid, de bestuursvoorzitter van SPLU. En die heeft gevraagd mensen om geen cadeau te geven, maar hem geld te geven dat we zoiets konden organiseren. Ja. En van dat geld zijn we met 20 patiënten naar Lourdes gegaan met vrijwilligersbegeleiders. Ik ben ook mee geweest. Nee. Ja, we hebben daar een prachtige tijd gehad. En als je ziet wat even bij de grot zijn of even met elkaar bidden voor dit soort mensen kan betekenen, halen ze heel veel kracht, halen ze daaruit. Mm-hmm. En dat, daar kunnen geen 10 verpleegkundigen soms tegenop. Nee. Genieten van het weer, mevrouw Bogus. Ja. Lekker werken, heerlijk. Eigenlijk gaat het voor de mensen die bij ons wonen om een leven, om gewoon het gewone wonen. En daar komen we soms wat minder aan toe. En we zoeken altijd naar manieren en dat kunnen gewoon dagelijkse uitjes zijn. En dat kan een wandeling door het dorp zijn. En dat is een beetje het extra wat wij proberen te geven als SPLU of de plus van SPLU. Dit hoort daar ook bij. Lourdes is bekend geworden omdat Maria hier in 1858 aan Bernadette Soubirous verschenen is. En zo is Lourdes uitgegroeid tot een bedevaartsplaats wat over de hele wereld bekend is. Mensen komen het liefst naar de grot toe, de plaats waar Maria verschenen is. En willen daar hun dank en hun zorgen en vragen, maar ook zeker hun hoop uitspreken. Een heel vol bad dat je helemaal ondergedompeld wordt, zowel in de sfeer als in het bronwater
van Lourdes. Ik vind als je in Lourdes geweest bent, moet je weten wat er achter die gordijntjes gebeurt. Dan kom je in een ruimte en dan moet je je uitkleden. En dan moet je het bad inlopen. En dan loop je naar het eind van het bad toe, daar staat een Mariabeeld. En dan pakken de dames die ernaast staan je beet en dan word je door het water heen getrokken. Mensen die halen daar denk ik kracht uit. Het was geen eens krachtig water, werd er verteld. Ja, heel raar. Pas net op mijn voeten vast zat. Ik kon niet meer omhoog. Pas net dat Maria mij naar binnen trok. Dat hield ik Maria maar vast. Ik zei, ja, maar ik wil niet. Ja, wel in de water, maar verder wil ik niet. Dus ja, het was een heel rare gewaar. Ja, een heel apart gevoel. Want het is de tweede keer dat ik er nou in ga. En als ik van de week mag, dan ga ik nog een keer. Ik kan moeilijk lopen meer. Ik hoop dat het beter gaat. Dat alles beter gaat. Nou, we hebben dit filmpje bekeken en ik moet ook zeggen, erg indrukwekkend. En ik heb ook begrepen dat er hoog bezoek is geweest, toch? Ja, we hebben, ik vertelde eigenlijk over die ontwikkeling dat de overheid vindt dat zij niet meer alles hoeft te organiseren. Mensen samen dingen moeten organiseren. Nou, we hebben daar een paar goede voorbeelden van hier in West-Brabant kunnen ontwikkelen. Dat zit ook nog in de betrokkenheid die in een samenleving als Brabant zit. En het ministerie van VWS herkent dat ook, dat dat hier zo werkt. En recentelijk is de staatssecretaris van Volksgezondheid hier geweest. Hier in dit pluspunt gekomen. Waar zit nou de crux eigenlijk van de andere manier van denken? Kunt u dat omschrijven? Nou, weet u, kijk, ik kan het misschien het beste illustreren aan een heel down-to-earth voorbeeld. Als iemand een zorgbehoefte krijgt, dan komt er iemand langs en probeert een indicatie te geven van de medische zorgbehoefte. En nou, na wat lijstjes invullen, en ik ga nu een beetje overdrijven, maar wat lijstjes invullen, komt eruit van, nou ja, die meneer of mevrouw heeft misschien wel recht op 2,3 uur begeleiding. Maar als je wat dieper praat en vraagt van wat heb je nou echt nodig, dan, ik vond het een mooi voorbeeld wat u vandaag gaf, dat iemand zei van ja, nou heb ik wel 2,3 uur begeleiding gekregen, maar ik had het genoeg gevonden als er iemand mij 's morgens even hielp met het douchen en dan voor de rest regel ik het zelf eigenlijk wel. Dat geeft ook, dat praat over rek en regelgeving. En ik denk dat de kern is, niet zozeer in termen van wat voor producten hebben wij nou met z'n allen in wet en regelgeving gedefinieerd, maar wat hebben mensen nou echt nodig? Wat kunnen ze zelf en wat kunnen ze eventueel met steun van een omgeving? En wat kunnen ze met, als het daar aan de orde is, met een beetje ondersteuning van de kant van de gemeente? En wat je dan ziet is dat dat leidt tot meer zorg op maat, die vaak nu goedkoper is ook. Vergeet niet dat de huidige situatie als is, dat in heel veel gevallen maar 60% van de formele indicatie, die nu een formele zorgindicatie, wordt gebruikt. Omdat mensen zeggen van ja, ik heb daar misschien wel recht op, maar dat is niet waar ik op zit te wachten. En wat we hier proberen te doen, is dat we zorg aanbieden waar mensen wel op zitten te wachten. Maar dat ze ook aangesproken worden op wat kunnen ze zelf en wat kan de eigen omgeving dan betekenen. Nou, het is natuurlijk geweldig dat het hier is geweest. Ik hoop ook dat er een vruchtvolle samenwerking gaat komen. En dat je zeg maar, de urgentie van Stichting Surplus kunt laten zien. En dat er in ieder geval ook een wisselwerking is met zeg maar, de overheden en niet alleen de bedrijven waarbij je heel graag een samenwerking wil hebben. Wat ik zo leuk vind eigenlijk, als je denkt lid van Raad van Bestuur, dan denk je iemand die van bovenaf helikopterview heeft, maar ik zie hier een man gepassioneerd, praat liefdevol over zijn patiënten, gaat mee naar de locaties. Ik vind dat je een lichaam bent zeg maar, voor deze stichting. En ik dank je voor de komst, want ik vind dat je het echt goed doet. Voor de kijkers thuis, en dat is misschien een beetje raar voor ondernemers, maar zou je een bepaalde tip kunnen geven of iets willen meegeven aan mensen dat je zegt van, dat vind ik belangrijk? Wat ik belangrijk vind is dat we met elkaar die samenleving vormen en ondernemers zijn een buitengewoon belangrijke rol. En op het moment dat een overheid zegt, wij zijn niet meer verantwoordelijk overal voor, dan kunnen we het als samenleving ook samen goed organiseren. En bedrijven kunnen daar een buitengewoon belangrijke rol in spelen. Dus ik zoek ook de verbinding met bedrijven die een keer een activiteit van ons willen ondersteunen bijvoorbeeld. En een keer meedoen of een keer met bewoners van ons of kinderen uit de, die wij ondersteunen een keer wat leuks gaan doen. Dus ja. We hebben altijd behoefte aan vrijwilligers en we hebben heel graag verbindingen met bedrijven die via die Stichting Plus van Surplus of gewoon via Surplus het leuk vinden om daar een keer ook maatschappelijk actief te zijn. En vaak krijgen medewerkers van zo'n bedrijf daar hartstikke veel energie van, want je krijgt zoveel terug. Super, ja. Dankjewel.
Dankjewel, Anton. Ja. Voordat we helemaal afscheid gaan nemen, we hebben een biljartcompetitie. Oh ja. Daar willen we je graag voor uitnodigen. En dan mag je 3 stoten doen op ons geluksbord. En dan gaan we dat noteren van jou. Zal ik nodig Succes. Hebben geluk. Ja, dank je. Anton, jij mag ook een poging aanwagen op het geluksbord. Ja, zo heet het. Dus, beetje beginnersgeluk. Zou ik wel even aan. Nee. Oké. Okay. Ik probeer te minder. Nee. Ik ja, bijna nooit. Ik wil hem op de foto. Helaas. Helaas. Moet zo. Mag nog een keertje. Ja, natuurlijk. Mag 3 keer proberen, hè? Weer het uit. Oh-oh. Mister zat er zijn. Ja. Doe nog maar een keer. De nulpunt is ook zo. De anderen hebben net ook een herkansing gegeven, dus. Dank je wel. Nou, kijk eens aan. 14 punten. Geweldig. Heel goed. Dank je wel. We dit programma gaan afronden. Frank, wat was de gouden tip voor vandaag? Nou ja, Villa Pardoes heeft geld nodig. Ja. En als ondernemer en als particulier kun je denken van ik ga doneren. Niet alleen zeg maar omdat je een goed hart toedraagt, maar ook omdat je maatschappelijk verantwoord gaat ondernemen. En zorg dat in ieder geval de kinderen die gratis zeg maar worden uitgenodigd en met een gezin om daar te overnachten, om die zeg maar een warm hart toe te dragen. Zo is dat. Ja. Mooie woorden. Ja. Dan danken wij u voor het kijken naar het programma Maak het in Brabant. Wilt u nog eens wat terugkijken over de deelnemende bedrijven of over het programma Maak het in Brabant? Dat kan dan uiteraard via onze website www.maakhetinbrabant.nl. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Bedrijf Van den Berg Veranda's mag dan wel gevestigd zijn in België, maar werkt voornamelijk in Nederland. Met een grote showroom en professioneel advies werkt Van den Berg samen met de klant aan een totaalconcept op maat. In tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, maken zij niet enkel schitterende veranda's, maar zijn zij ook specialisten op het terrein van serrebouw, aanbouw, kozijnen en dakkapellen. Het verzorgen van een eventuele vergunning of constructieberekening kan allemaal door Van den Berg geregeld worden, zodat u als klant maar 1 aanspreekpunt heeft. Een persoonlijke benadering staat bij Van den Berg Veranda's hoog in het vaandel. Bij Van Oosterhout Bikes & Sport treft u het uitgebreidste assortiment aan fietsmerken en het meest complete aanbod van accessoires, onderdelen en fietskleding. Bovendien hebben wij de grootste collectie elektrische fietsen van Zuid-Nederland. In onze werkplaats wordt uw fiets op maat gemaakt en bieden wij de beste service. Maak een proefrit en ontdek welke tweewieler het beste bij u past. Van Oosterhout Bikes & Sport vindt u aan de Oosterhoutseweg 129 in Teteringen. Of op internet rijwielspecialist.nl. Intgroep is een financiële dienstverlener. We houden ons voornamelijk bezig met particuliere en zakelijke verzekeringen, pensioenen en hypotheken. Wij zijn gelokaliseerd in de Brabantse en onze klanten komen ook voornamelijk uit Brabant. Welkom bij Intgroep. Loopt u maar mee. Wilt u ook oprechte aandacht van Intgroep? Wilt u dat uw financiële zaken op een hele goede, kundige manier worden behartigd? Kom naar Intgroep. En we zullen zeker niet teleurstellen. Van Deijnse Installatiewerken en Van Deijnse Beveiligingen realiseren het advies, het ontwerp, de begeleiding, de coördinatie en de uitvoering van technische installaties. Als totaalinstallateur levert Van Deijnse u een extra zekerheid, geen grijze gebieden.
Van Deinse heeft ruime ervaring en vakbekwaam geschoold personeel van Deinse installatiewerken en beveiligingen uit Breda. Al ruim 90 jaar werkt Razenberg als zelfstandige organisatie in Nederland aan bouwkundige, infrastructurele, milieutechnische en procestechnologische projecten. Met ongeveer 600 medewerkers realiseert Razenberg een jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. De divisies infra, bouw, milieu en service werken voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, ingenieursbureaus, architecten, projectontwikkelaars, energiebedrijven en industrie. Van advies tot en met onderhoud kunt u bij Razenberg terecht. Afval. Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Je ruimt het op, je gooit het weg en het wordt opgehaald. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk mee? Atero verwerkt in opdracht van gemeenten het afval van 40% van alle Nederlandse huishoudens. Ruim 6 miljoen mensen. We halen er materialen uit die weer als grondstoffen te gebruiken zijn. En we maken er energie mee. Elektriciteit, warmte en groen gas. Datzelfde doen we met afval van bedrijven. De wagen rijdt de straat uit en voor heel veel mensen is het dan afgedaan. Nou, voor ons niet, want dan begint ons werk en dan gaan wij zorgen dat alles wat weggegooid wordt, dat nog weer hergebruikt kan worden. Als je iets kunt hergebruiken of iets kunt gebruiken om weer iets anders te maken of energie op te wekken, dan doe je dat. Onze afvalenergiecentrales produceren energie uit het restafval. De bodemassen die daarna overblijven worden gebruikt als ophoog- en funderingsmateriaal. Van GFT en groenafval maken wij compost. De grotere en nog niet volledig gecomposteerde delen, zoals takjes, zeven we daaruit. Die vormen een uitstekende duurzame brandstof voor de productie van groene stroom. De installatie zet huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval om in duurzame energie. Dat gebeurt uiterst efficiënt. Onze centrale heeft het hoogste rendement van alle vergelijkbare installaties in Nederland. De verwerkingscapaciteit is 1 miljoen ton op jaarbasis. Dat zijn 14 miljoen kliko's vol. De centrale is continu in bedrijf en wordt volledig geautomatiseerd gestuurd. Een ploeg van slechts 8 mensen bedient de gehele installatie. Het afval komt in containers per trein of per vrachtwagen bij onze locatie aan. Het gaat via de loshal naar de bunker. Bunkerkranen mengen de nieuwe aanvoer met het reeds aanwezige afval. Deze mix is nodig voor een gelijkmatige verbranding. Via een vultrechter komt het afval terecht op het rooster van de ovens. Het rooster bestaat uit over elkaar schuivende blokken. Die transporteren het afval door de oven. Hier ligt de temperatuur op gemiddeld 950 graden Celsius. Door de wanden van de ovens lopen bundels met pijpen waar water in stoom verandert. Met die stoom maken we elektriciteit. Dat doen we samen met onze buren en zelf in onze eigen turbine. De geproduceerde hoge drukstoom wordt via de warmtekrachtcentrale die op het terrein naast onze installatie staat, omgezet in elektriciteit. Een deel van de stoom gaat bovendien als proceswarmte naar de naburige industrie. De rookgassen die bij de verbranding vrijkomen, moeten gereinigd worden. Asdeeltjes, verzurende stoffen, zware metalen en dioxine worden verwijderd. Onze rookgassen voldoen dan ook ruimschoots aan de wettelijke emissie-eisen. Sinds 2008 hebben we in Moerdijk een nieuwe vierde verwerkingslijn. De hoge drukstoom van deze vierde lijn gaat eerst naar een eigen turbine in onze centrale. Daar wekken we stroom op die we in onze eigen installatie kunnen gebruiken. De lage drukstoom wordt daarna in de warmtekrachtcentrale naast onze locatie ook omgezet in elektriciteit. De rookgasreiniging is gebaseerd op de nieuwste inzichten. Zo injecteren we actief kool en kalk. Hiermee worden zware metalen, dioxine en een gedeelte van de verzurende stoffen verwijderd. Die vangen we vervolgens samen met de vlieggas in een doekenfilter af. De rookgassen worden daarna in een viertrapswasser gereinigd. Met onze afvalenergiecentrale in Moerdijk maken we op deze manier proceswarmte voor de industrie en elektriciteit. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door